Hij wil niet eten en hij wil niet drinken. En nou ja, hij is een beetje aan het rommelen met zijn maag. En hij is eigenlijk veel te mager nu als een pup. Dus vandaar dat we hem even hierheen brengen. Kom maar, Rudo. Goed zo. Goed zo, lieverd. Ja, dat is het. Wacht even. Heel eventjes het lichtje. Ja. Rudo, het is goed, schat. Goed zo. Braaf. Goed gedaan. Goed gedaan. Hé? Goed zo. Het ziet er wel onrustig uit, maar ik zie niet meteen iets wat klem zit. Oké. Okay. Maar... wat me wel een beetje zorgen baart, is de algehele toestand. Ja. Dus wat ik het liefst zou adviseren, is dat hij eventjes hier blijft, dat hij infuus krijgt. Okay. En dat we middelen in zijn bloedbaan geven, ja. om in ieder geval die ontsteking van die darmen wat tot rust te brengen. En ja. De misselijkheid, om te kijken of dat het verandert. Ja, begrijp ik. En, want er moet nu wel wat gebeuren, want hij is gewoon veel te slow. Wordt hopelijk opgeknapt nu, krijgt een infuus en er wordt... Nou ja, ze gaan even checken of hij dan een beetje eten en drinkt en goed poept en zo. Beetje raar, een hond achterlaten, maar komt vast wel goed. Dit is Joey en Joey is een chihuahua. En hij komt alleen maar voor zijn jaarlijkse injecties op het moment. En even een beetje een check-up om te kijken of het goed gaat met hem. Hey Joey, je vindt het een beetje spannend, hè? Nou, hij is net een jaar geweest. Ja, een jaar en een maand nu. Gaat alles goed? Ja, prima. Ja, helemaal geen klachten. Nou, even goed naar zijn hartje luisteren. Gaat goed hoor, Joe. Ja, het klinkt perfect. Nou, even zijn oortjes checken. We doen eerst even de vaccinatie. Zullen we hem een beetje wel afleiden? Ja. Kom maar, mag hij gewoon eventjes zo staan. Kom maar. Kom maar, gaat goed? Gaat goed? Gaat helemaal goed? Ja, hey. Gaat goed, Joe. Hartstikke goed. Knap toch van je? Ja. Gaat goed, hè? Ja. Zo. Gaat helemaal goed met jou. Goed, dat hoor. Heb je heel braaf gedaan, ja. Hè? Goed zo, man. Goed zo. Zo. Knap hoor. Zo, even kijken of we tussendoor kunnen belonen. Kijk eens. Is heel duidelijk, hè? Ja. Dat hij daar niet in geïnteresseerd is. Zo, mopje. Dit is een druppel tegen kennelhoest. Ja. Het is gewoon alleen een druppeltje. Er zit geen naaldje in. Dus het is gewoon een dopje. Ja. En ze gaan daarna vaak een beetje spetteren. Of soms gaan ze niezen. Okay. Maar dat hoort er helemaal bij. Nou, en dit is de injectie voor het buitenland. Ja, voor de hondsdolheid. Ja. Nou, nog één. Die geef ik altijd op de rechterbil, want daar kan soms een klein bultje van komen. Okay. Dan weet u dat het daarvan is. Ja, en hij is iets pijnlijker dan de andere. Dat de rechter. Ja, dat is die. Hij is ietsje gevoeliger. Ja, dus, kom maar. Bijt hem maar lekker manneke, af. Kom maar, manneke. Hey manneke. Dat is even naar, hè. Maar dan kan je lekker mee op vakantie. Ja, joh, dan kan je lekker mee. Ja, dat is een verplichte vaccinatie, hè. Als ze controleren, het goed, hè? Heel goed het dieet. Dan slijten ze niet. Zo. Nou, kijk eens wat een beetje mooi nou, hè. Met een manicure voor je, een pedicure. Is dat weer mooi koud? Nou, en ik wil nog even weten wat hij precies weegt zonder zijn tuigje. Oh, ja. Net boven de 4 kilo. Ja, oké. Okay. Het is heel netjes, hij is mooi slank. Je kan zijn ribbetjes voelen, maar je ziet ze niet uitsteken. Ja. Hij krijgt ook echt alleen hondenvoer, knabbeltjes en 's avonds dan wat vlees. Maar voor de rest geen snackjes. Hij was niet ziek, het zijn gewoon de jaarlijkse vaccinaties die hij nodig had. En dan een hondsdolheid injectie voor het buitenland, zodat hij in Europa overal mee naartoe kan. En gewoon een jaarlijkse check, zeg maar, of hij gezond is. Nou, dat is allemaal goed gegaan, dus het gaat goed met hem. Nou, wij zijn van Cavia en Konijnenopvang Hillegom. En wij komen een beer brengen voor castratie. We beginnen met scheren, dan gaan we wassen. We verdoven lokaal nog een beetje. En vervolgens castreren we deze kleine cavia van 6 ons. Nou, deze pup die heeft last van een flinke darmontsteking. Daar lijkt het in ieder geval het meest op. En hij houdt zijn eten en drinken eigenlijk niet binnen. Hij geeft het elke keer opnieuw over. En hij lijkt nu weer wat levendiger te worden, maar hij is gewoon voor zijn doen is hij erg sloom. Dus nou, dat gebeurt nogal snel als je uitgedroogd raakt. Dus maar je vindt al die aandacht wel leuk, hè? Zo.
We hebben nou eigenlijk een toegang tot zijn bloedvat gemaakt. Waar het vocht in gegeven kan worden. Dus eigenlijk gewoon een slangetje in de bloedbaan. Zo. Dan maken we het even stevig vast. En dan kunnen we vocht direct in de bloedbaan geven. Nou, hopelijk voelt hij zich al snel weer wat beter. En het mooie op deze manier is dat we ook medicijnen direct in de bloedbaan kunnen geven. Dat ze wat sneller werken. Nou, speciaal voor jou nog even een mooi kleurtje eromheen. Dit is ietsje steviger. En dan is het iets minder makkelijk voor hem om eraan te gaan zitten knagen of kauwen. Zo. Nou, we hopen dat je je snel wat lekkerder voelt, hè? Oké, dan leggen we nu de steriele doek over de patiënt. En vervolgens komen de instrumenten. Een mesje erbij. Nou, dan gaan we de eerste bal opzoeken. Een klein sneetje. Zogeheten tunica vaginalis afgebonden. Het is allemaal heel klein en heel teer, dus het moet heel voorzichtig. De castratiewonden laten we altijd open, behalve bij honden, dat materiaal eruit kan. Dat is mooi. Ja. Oké. Dat zilver is om de wond om te beschermen. Met een antiseptische, zeg maar een anti-ontstekingslaag. Het apparaat gaat de temperatuur lekker ophogen. Dus dat ze in een warme omgeving wakker worden. En er zit extra zuurstof bij. Dus ze krijgen nu 100% zuurstof in deze ruimte. En dat allemaal omdat de uitslaapperiode van dit soort kleine dieren het meest gevaarlijk is. Kom ik weer in beeld. Dankjewel, tot ziens. Fijne dag verder. Doei. Dag, tot ziens.